Yo, Nintendo fans! Ik heb zin om weer een Titan te gaan doen. De Quaking Earth Titan! Daar gaan we naartoe. Ik geniet echt toch wel van Pokémon Scarlet, hoor. Ik bedoel, het ziet er misschien allemaal niet even mooi uit. En het is technisch gezien niet super sterk. Maar ik vind de gameplay weer super leuk. En dat ik gewoon een random shiny heb gevonden, dat vind ik ook nog steeds heel vet. En als je het ook vet vindt, doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En de vraag van vandaag is... Wat vind jij de allertofste shiny Pokémon? Ik zelf ben wel fan van Umbreon. Ik weet niet of ik dat echt de allertofste vind, maar ik vind hem wel een van de tofste. Hij verandert niet heel erg, maar wel net erg genoeg om het op te laten vallen. Het geel van hem, dat wordt blauw en dat vind ik gewoon heel vet. Scyther is helaas niet zo'n boeiende shiny. Ik ben benieuwd, welke vind jij het coolst en waarom? Laat het weten in de comments. Even kijken hoor, ik moet hier naar rechts, maar dat kan helemaal niet. Ik bedenk dat ik om moet lopen. Kom jij nou doen? Sta je lekker in de weg, Lilligant. Ik ben trouwens nog steeds op zoek naar Tinkertink, terwijl vet veel Pokémon in één keer level omhoog gingen. Alleen, ik ben eigenlijk best wel tevreden over het team wat ik nu heb. Ik zou niet weten wie ik eruit moet doen voor Tinkertink. Misschien Quarfaii dan toch maar. Die vind ik er zo leuk uitzien. Oh, we hebben hier weer hele nieuwe grotten. Oh, misschien komen we weer nieuwe Pokémon tegen. Dat zou vet zijn. We zijn in West Province, de tweede area. Hier een of andere grot. Ik battle trouwens bijna niet met trainers gewoon. Dat valt me echt op. Hierboven is een Pokémon. Een bijzondere. Oh, die mag niet in mijn team, maar is wel vet. Nee, laat maar. Ik ga hem niet battelen. Dat wordt waarschijnlijk toch een langdraad. Verhaal. Ik zie daar beneden ook niet hele bijzondere Pokémon volgens mij die we kunnen vangen. Dus we gaan gewoon lekker door richting de Titan. Pakken een TM'tje onderweg. Er liggen zoveel items hier hè, in deze game. Dragon Pulse. Gewoon random hier. Super nice. Oké, we gaan door. Wat loopt hier nou weer rond? Oh, dit is die gekke steen Pokémon. Minecraft Pokémon. Geen idee welk type dit is. Hallo Minecraft Pokémon. En zijn Terra type is Ghost. Is wel cool. Is wel vet. Ik vind het ook echt wel een mysterieuze ghost type eigenlijk. Dit is wel cool. Ja, nooit dat ik deze in mijn team ga doen hoor jongens. Dat ga ik echt niet aan beginnen. Want ik vind hem trouwens helemaal niet zo mooi. Knuckles Tech. Daar ging ze Terra type. Ik ga hem wel proberen te vangen. Dat gaan we wel doen. Ik bedoel, we proberen alle Paldea Pokémon te vangen. Dus waarom deze niet? Knuckles Tech. Let's go. Minecraft Pokémonnetje. Creepertje piepertje. Ik ga hem gewoon nickname geven. Zeker ga ik hem een nickname geven. Ja, jij krijgt een nickname. Jij heet Creeper Peeps. Anders past het niet. Creeper Peeps, let's go. Je gaat niet in mijn team. Ik hou niet zo van Rock-type Pokémon. Even kijken hoor. We waren onderweg hier naar links. Oh, we moeten naar deze zandvlakte. Ik ben heel benieuwd wat we hier gaan vinden. Oké dan. Wat gaan we hier allemaal tegenkomen? We moeten die kant op. Daar is de Titan Pokémon. Holy moly, die is kapot groot. Yo. 1 mega Donphan. En hij ziet er ook nog eens heel vet uit. Ik heb de trailers niet echt gekeken. Maar ik weet dat deze dus in een trailer zat. Of in leaks. I don't know, maar ik vind hem zo cool. Hij is echt heel vet. Kijk hoe groot dat ding is. Oh, er loopt ook gewoon een normale Donphan naast, hè? Ja, dit is wel echt een hele dikke evolutie, man. Ja, we zijn er. Nou, we gaan hem pakken. Let's go. Ik ben heel benieuwd naar jouw type ook, jongen. Hallo, mega big ass Donphan. Oh, oh nee. Oh nee. Oh nee, aardbeving. Aardbeving, pas op. Oh, gaan we gewoon hier battelen? Dawn! Fans! Oh, dit is mijn telefoon gaat. Perfecte timing om te bellen, Sada. Die zegt, hey Rikachu, dit is professor Sada. Great Tusk is een Pokémon die uit de grote krater van Paldea kwam. Oeh. Dit is geen eens een Donphan. Hij, Great Tusk, gekke naam. Ik vraag je om alles te doen wat nodig is om deze Pokémon rustig te maken. Maar doe het wel voorzichtig. Oké, is goed. Great Tusk, de Quaking Earth Titan. Kom op, lekker dansen, jongen. Lekker dansen. Wat ze vlot. Quack Wevel. Dansen en vechten tegelijk. Aqua Step. Hoe hard doet dat pijn? Dat doet heel veel pijn. Critical hit je ook gelijk. Lekker dansen in de zandstorm. Oh, Aqua Step nog een keer. Ik drukte eigenlijk te snel, want ik wilde eigenlijk die andere move doen. Maar maakt niet uit. Ja, dit was hem al. De Great Tusk, jongen. Zo great ben je niet, jongen. Make the Tusk great again. Oh, waar is hij naartoe? Hij is weg. Oh, hij staat erachter. Great Tusk. Let's go. Battle deel 2. Maar mijn Quackquavel, die is te sterk voor jou, hè? Ja, tenzij je nu echt kapot sterk wordt en heel mijn team in één keer wiped. Dat zou echt niet chill zijn. Hij gaat natuurlijk ook even lekker slurpen van die herbs, van die kruiden, van die plantjes. Ja, die heb je hier verstopt, hè? In de muur. Nom, 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 nom. Lekker, lekker. En daar is Arvin ook weer. Die zegt, Rick, je hebt weer een Titan gevonden. Wat? Dat is de Quaking Earth Titan? Wow, is dat ding zelfs maar een Pokémon? Ja, dit is... Een mega Pokémon, jongen. En hij is nu nog sterker. Oh, hij heeft een Scoville van level 44.
Jeetje Arvin, wat ga je hard. Oké, okay, ik ga terrestrializen. Let's go. Dan kan je nog sneller gaan dansen nu je terrestrialized bent. Oh my gosh. Quaxley, wat ben je geworden? Oh, maar hij doet me wel pijn, jongen. Ik had misschien even moeten healen van tevoren. Scovillain doet ook niet echt aanvallen. Dat is een beetje jammer. Hij deed scary face. Oké, ja, ik had echt even moeten healen, hoor. Ik weet niet of we het anders gaan redden. Ik ben nu wel sneller dan de Great Tusk. Misschien moet je even een grasaanval doen met je Scovillain, Arvin. Ja, kijk, Razorleaf, hartstikke goed. We hebben hem bijna. Hij richt zich nu op Scovillain. Lappakee, daar ga je. Daar ga je. Het magische kruid is van ons. We gaan Mabo Stiff nog beter maken. Maar, yo, jij zag er wel echt heel, heel, heel vet uit, man. Zeker wel, man. Respect voor deze grote olifant. Ik denk dat dit wel de tofste Titan was tot nu toe. Oh, kijk, ja, hij is trots. Hij is trots. Hij is heel trots, Quackwaffle. Ja, daar zijn we weer bij een grotje. Arvin, zijn goed gedaan, jongen. Ja, jij ook, jongen. Dat hebben we goed gedaan. Dat hebben we samen goed gedaan. Arvin denkt dat hij misschien deze Pokémon wel eens eerder heeft gezien. Yo, dude, ben jij in de Great Crater geweest? Ben je in de krater geweest? Anders zou je deze niet eerder gezien kunnen hebben, volgens mij, hoor. Wat is jouw mysterie, Arvin? Nou, laten we lekker naar binnen gaan voor het nieuwe kruidje. Oeh, en dan komt Coraidon ook weer wat nieuws natuurlijk straks. Ja hoor, daar is het weer. Dit is de zure Herba Mystica. En die maakt je in het geheel beter. Vooral als je moe bent, mentaal. Fysiek gezien. Volgens mij smaakt deze voor geen meter, jongen. Lekker zure kruiden. Dat is wel super gezond, zegt Arvin. Oké, nou, zo te zien ziet het er nog wel oké uit. Ze hebben alleen nog geen hapje genomen. Ze zitten alleen nog ernaar te kijken. Nou, een mooi broodje. Dat zal niet zo lekker zijn. Om, nom, nom, nom. Nou, je kent het verhaal. Er komt Coraidon, die wil ook een sandwich. En dan gaan we daarna een Mabo Stiff geven. Kijk maar, daar is die alweer. Nou, Mabo Stiff. Misschien kan je wel opstaan nu, jongen. What's the flots? Nieuwe krachten. Oh, we kunnen nu gliden. Dus we kunnen in de lucht springen en dan gewoon vliegen. Dat is vet. En Arvin die denkt dat Coraidon er goed genoeg uitziet, maar dat hij een mentaal trauma heeft. Misschien heeft hij ooit een verschrikkelijke ervaring gehad in een battle en nu is hij bang. Nou, komt goed met deze grapjes, jongen. Hoe gaat het met Mabo Stiff? Huh? Wat deed hij? Wat? Niet zoveel, hè? Oh, hij begint te boeren. We moeten nog één Titan verslaan, dus we krijgen nog één kruidje. En dat is een Dragon Titan. Die zijn we in de vorige video, daar waren we in dat gebied opeens beland. Let's go! One happy family! Hallo, Sada. Ja, ik weet dat ik kan vliegen. Ja, hebben we net ook al gezegd. Ja. Oei! Oh ja, dit is wel leuk, hoor. Lekker vliegen! Heel cool. Oei! Oh, niet Wii. Nu wel Wii. Nice. Nu moeten we eigenlijk naar de Psychic type gym. Dat is daar die kant op. Ik denk daarboven. Lekker aan het gliden zijn. Heerlijk. Dit voelt wel goed hoor. Dit voelt echt leuk. Daar gaan we. Woe. Oh, we moeten daar weer door een grot heen, denk ik. Ik heb altijd hype als we door een nieuwe grot gaan. Ik bedoel, daar spawnen toch altijd net even andere Pokémon dan dat je gewend bent. Even kijken. Larvitartjes, Gumshoes, Young Goose, Meditite. Welke level zijn jullie überhaupt, Ductrio? Oh. De dans rond Ductrio. Deino is hier. Een TM is hier. Protect. Zou ik hier naar boven kunnen? Ja, misschien wel als ik even zou glijden. Ik denk daar in de hoek misschien. Ja, lekker. Hariyama. Daar is een speciale vorm Pokémon. Zijn er hier ook nog nieuwe Pokémon zijn? Oh, even level check, jongens. Hallo, 39. Ja, best wel sterke Pokémon hier, hoor. We moeten wel weer een beetje oppassen, blijkbaar. Nou, zou die Ductrio niet zo'n probleem zijn? Kijk maar. Maar er zijn wel sterke Pokémon hier in deze grot. Oké, wat ben jij? Oeh, je bent een Houndoom. Vette Pokémon ook, hoor. Toxtricity! Ja, er zijn wat coole Pokémon gemaakt, hè, de afgelopen jaren. Potverdorie. Ja, ik moet hier denk ik toch wel doorheen. Hierboven is namelijk de gym, zoals je op het minimapje kan zien. Ik denk dat we daar naartoe moeten. Daar, die weg pakken. Het is wel een lekker plekje om te trainen hier zo, hoor. Beetje Pupitarretje pakken. Level 42 ook. Earthquake doet wel echt pijn. Daar word ik niet zo blij van. Niet nog een keer doen. Oh, crunch. Oké, ik overleef het. Oh, ik versla hem wel gewoon. Yo, wat is dit? Hallo? Dit lijkt wel een Pikmin, joh. Zwevende Pikmin. Dit is Glimmet. Ik heb geen idee wat jij bent. Ik ga gewoon volle aanval op jou. Want ik heb zo'n gevoel dat jij dit gaat overleven. Oh, niet. Oh, oké, dit was super effectief. Doei, Glimmet. Oké, geen idee wat dat was. Laten we even in de Pokédex kijken. Het is een Rock en een Poison-type Pokémon. Weer van die types waar ik niet zoveel mee kan, hè? Oh, maar deze Pokémon hier zijn veel te sterk. Level 3. 40 Hariyama. Komt met een focus punch die not very effective is, maar die wel bijna helemaal sloopt. Ik ga denk ik even lekker trainen hier in deze
deze grotten, zodat we toch weer wat sterker gaan worden. Want dat is wel nodig als we hier de volgende gym willen gaan pakken in de volgende video. Dus je weet wat je moet doen. Gooi de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon weer lekker bij de volgende. Mazzel!